gewoon een enorm lange oranje jas. Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog op dit kanaal. Mijn naam is Sessa en vandaag hebben we weer eindelijk Koningsdag. Maar goed, ik heb vandaag eerst nog mijn Koningsnacht en ik dacht, nou weet je wat, dat is ook altijd een dingetje. Dus voor zover ik het kan vastleggen, ga ik dat ook lekker doen. Ik heb net eventjes mijn haren gewassen. Als het lijkt alsof ik heb gehuild, dat heb ik niet. Ik heb net eventjes make-up eraf gehad, wat ik vanochtend op had. Maar goed, we moeten natuurlijk wel een beetje thema make-up op doen. Dus ik ga even oogschaduw op doen met blauw, rode lippen, foundation op en zo meteen gaan we even eten. Ik hoop niet dat het ondertussen snel komt, want dan heb ik een probleem. Maar niet uit. Let's go. Zo, gelukkig heb ik van Revolution nog dit palet. Dus ik ga eens even kijken of ik iets met blauws kan gaan doen. Misschien rood en blauw. Ik heb ook nog wit. Oké, ik ga er even een look van maken. Oké, ik lijk echt bijna een clown. Maar aan de andere kant. Oogschaduw, rode lippen. Haar gaat nog uit de krul. Zo, wij gaan nog eventjes wachten op het eten. En dan lekker de stad in. Goedemorgen, het is Koningsdag en gisteren heb ik een hele leuke Koningsnacht gehad. We hebben niet eens zo super veel gedronken, maar we hebben wel gedronken. Dus ja, we hebben het ook niet super laat gemaakt. Ik heb heerlijk kunnen slapen, ik heb geen kater, dus dat is heel erg fijn. Daarnaast is het zo dat het nu na 10 is, dus dat betekent dat ik echt genoeg slaap heb gehad ook. Ja, aan de ene kant was het omdat ik wel vroeg wilde opstaan, omdat ik dacht van, oh, dan kan ik lekker al die matjes zien. Maar volgens mij is dat nog steeds aan de gang. Dus ik ga zo eventjes het schema erbij pakken, wat ze precies allemaal hebben vandaag. Want mij leek het wel leuk om gewoon lekker met de camera op te gaan. Het is niet super lekker weer als het is. Ja, nee, het is licht, maar niet echt zonnig of zo. Dus dat is wel heel erg jammer. Maar ik ga gewoon even kijken wat er in de stad te doen is. Weet je, voor mij is het letterlijk naar buiten lopen en ik ben er. Dus ja, dat gaan we doen. Outfitje is aan. Beetje in de trant van Koningsdag. Ik weet het ook niet. Ik heb in ieder geval nog een oranje jas. En die ga ik zeker aandoen, want het is anders veel stuk oud. Maar die is compleet oranje. Dus ook gelijk de eerste keer dat ik die aan kan doen, dus op zich. Maar ja, ik ga eventjes de stad in. Ik heb gewoon even lekker rustig aangedaan. Ik ben nog eventjes wat YouTube video's gaan kijken. Niet meer uiteindelijk aan de edit begonnen, want ik dacht het is Koningsdag. Laat me alsjeblieft een keertje een dag relaxen. Dus dat ga ik ook even doen. Ik ga even naar buiten. Ik ga eventjes de stad doorheen. Misschien een kleine locatie opzoeken. En ik ga even een koffietje halen, want daar heb ik heel veel zin in. Overigens, dus de make-up zit er nog steeds gewoon perfect op. Ik heb hoge tuffetjes de foundation eraf gehaald en nog wat crème opgesmeerd. Maar ik vind het ook wel verder prima. Ik heb niet zo heel veel zin om verder heel veel moeite te doen. Maar ik heb gewoon letterlijk, ten opzichte van gisteravond, anders dan hooguit even wat onder mijn ogen weg te halen, niks hoeft te doen. Ik bedoel, kijk. Het is echt gewoon een enorm lange oranje jas. Het is ook gelijk de eerste keer dat ik hem aan heb trouwens. Maar dit is vandaag de perfecte dag ervoor. Qua kleur, maar ook nog eens qua weer. Dus het is zo lekker zacht. Inmiddels is het thuis alweer bijna op. Ik ben alweer thuis. Ik ga eventjes schotjeren, denk ik. Ja, weet je, het is heel leuk en gezellig, maar heel veel voor kinderen. Want voor gisteravond was het natuurlijk voor de jongeren en dan wat voor volwassenen. Maar goed, het is lekker weer. Ik heb lekker gewandeld en ja, prima. Maar het is niet echt of zo dat ik verder nog heel veel kan gaan doen of zo. Dus ja, en ik was op de rommelmarkt en dacht ik, oh, even lekker kijken wat voor spulletjes zijn er. Maar ik was mijn contante geld vergeten. Dus dan werkt het lekker. Maar goed, ijsje. Maar eigenlijk moet ik nog wel even een groot lunchje. Dus misschien dat ik zo meteen nog even wat moet gaan halen.
Maar ja. Ik voel me echt zo stom. Want dan denk ik, ja, weet je, het is Koningsdag. Mag eindelijk weer. En ik ben eigenlijk alleen maar binnen. Maar weet je wat het is? Ik ben buiten geweest. Ik heb de dingen gezien. Ja, ik heb gisteren al gewoon een hele leuke avond gehad. Dus het is ook goed zo. Ik ga zo meteen nog wel eventjes, nou ja, eigenlijk nu naar buiten. Simpelweg omdat ik gewoon nog geen lunch heb gehad. En vandaag is niet de dag om aan de salades te zitten, vind ik zelf. Dus het mag eventjes. Dus ik denk dat ik eventjes ga kijken of het helemaal open is. Want ik kan natuurlijk niet een Koningsdag vieren zonder dat ik een oranje tompoes heb gehad. Dus ik hoop heel erg dat hij open is, want ik heb niks in huis gehad verder. En daarna ga ik gewoon lekker weer terug en ga ik hier lekker een serietje kijken. Ik moet nog eventjes, misschien even wat films. Ja, gewoon lekker relaxed, even niks doen. Weet je, gewoon chill, relaxed. Ik moet nog ook eventjes snel, dat ga ik ook nog doen. Nog eventjes voor de bruiloftsvideo van mijn zus moet ik nog eventjes iets aanpassen. Ja, dus hopelijk dat ik dat vandaag ook eventjes krijg. Ofwel dat ik dat voor elkaar krijg. Dus ja, ik heb nog wel wat dingetjes te doen. Maar dat gaan we niet allemaal doen. Het is Koningsdag, weet je. Het is een feestdag. Het is tijd om gewoon lekker chill te doen. De HEMA is dicht. Dus ik ga nu letterlijk naar de Appie. Om te kijken of ze hier tompoesen hebben. Oranje tompoesen. Yo, Tessa eventjes hier die aan het monteren is. Ik ben dus compleet vergeten om de vlog af te sluiten. Maar in principe heb ik niks anders gedaan dan serietje kijken. Ik heb wat andere hapjes meegenomen en dat was ook mijn Koningsdag. Maar in ieder geval, ik wilde wel eventjes alles delen wat ik wel had gemaakt en gefilmd. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het nou leuk, vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer in een nieuwe video. Doeg!